Goedemiddag. Wij gaan hier voor jullie het Scala Open Huis Festival buiten hier openen. Met een aantal stukken die worden gespeeld door de Jungle Bush Beaters. Dat is een groep die bestaat, kwam ik 2 weken geleden achter, 20 jaar. Volgend jaar mei. En toen ben ik die naam begonnen. De Jungle Bush Beaters. Je speelt met een groep drummers en daar heb je een naam voor. Maar die, doordat je steeds andere leerlingen krijgt, verandert die samenstelling van die groep steeds. Maar die naam heb ik steeds gehouden. En ik kwam terug tot het jaar 92-93. En het was naar aanleiding, de eerste keer dat we met zo'n grote groep gingen spelen, of het is maar een heel klein gedeelte, er zijn een heleboel mensen zijn er vandaag niet. Maar dat we gingen spelen was in Rotterdam. De Rotterdamse haven bestond 150 jaar of zo. En we waren uitgenodigd door een bekende Nederlandse drummer. Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. En die had een plan. En die wou met 1000 drummers op de Maas gaan spelen. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn vanuit Emmeloord. Eerst even naar hier en toen naar Emmeloord. We zijn met een grote touringcar daar naartoe gegaan met 25 drummers erin. We hebben de hele dag gespeeld. Er is nog een hele grote film van gemaakt door Veronica. En dat was de eerste keer dat ik met die drummers ging spelen. En dat is tot op de dag van vandaag steeds doorgegaan. En iedereen vindt het altijd leuk om met elkaar ritmes te spelen. En solo's en zo. En, zometeen wat meer. We gaan het eerste stuk wat we voor jullie gaan spelen, dat heet St. James Infirmary.